Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag 11:15. Dan komt FC Utrecht hier in de Goffert. Nou, we hebben even een interlandbreekje gehad en er waren een aantal spelers natuurlijk ook uitgevlogen. Dus ja, voor trainer Rogier Meijer de vraag, heeft hij ook al die interlandwedstrijden bekeken van zijn spelers? Nou, bijna allemaal. Jong Turkije was lastig te vinden. Tegen Bulgarije en Servië. Maar de andere wedstrijden heb ik of gedeeltelijk of allemaal bekeken. En nou, daar zat best, was ik best van aan het genieten, moet ik zeggen. Ja, wat was in jouw ogen de leukste? Ja, uiteraard als Koki en Kelvin tegen elkaar spelen is heel apart. Hè. Japan is natuurlijk een enorm land. Als je dan de spits van NEC eerst de spits van Japan is, ja, dat is wel heel mooi om te zien. Daarna scoort hij nog 2 keer tegen China. Maar ook Jong Oranje, hè. Robin in Almere. Een Sontje gedeeld tegen Slowakije. Ja, dat zijn dingen die goed voor ons als club zijn en goed voor de spelers. Dus daar geniet ik van. Een van die spelers was Kelvin van Donk natuurlijk met Indonesië. Hij speelde onder andere tegen Japan, tegen Koki Okawa. Dat moet bijzonder zijn geweest. Ja, het was leuk, was speciaal. Natuurlijk hier in Nijmegen hadden we het er wel eens over. En ook daar, toen hij daar was, belden we met elkaar. En een beetje geintjes maken van hey, wat is de opstelling en het gewicht sta ik en dat soort dingen. Toen... 1 dag voor de wedstrijd trainde hij iets eerder dan ons in het stadion. Toen zag ik hem even, spraken elkaar even en toen in de wedstrijd zagen we elkaar weer. Je zei net al, Koki die scoort 2 keer. Volgens mij 9 wedstrijden, 9 doelpunten. Dat moet hij hem vertrouwen geven, jou ook dan als trainer? Nou, in eerste instantie meer trots dan vertrouwen moet ik eerlijk zeggen. En daar heb ik hem ook gezegd. En uiteraard voor hemzelf, ja, weet je, hij is al iemand die overtuigd is van zichzelf. Hij heeft al, hij zegt eigenlijk elke week, don't worry, hij scoort 2 goals. Nou, dat lukt niet altijd, maar zo overtuigd is hij van zichzelf. Maar dit doet hem natuurlijk goed en dat zie je ook. Alleen, het is gewoon een jongen die altijd hard werkt. En ja, dat moet nu ook, want anders dan denk ik niet dat het goed komt. De vorige keer kwam je terug erg vermoeid. Hoe is dat nu? Helemaal niet vermoeid eigenlijk. Ik had een vlucht in de nacht. In Nederland was het nacht, dus dat was ideaal. Toen kon ik gewoon slapen en toen ik aankwam in Nederland was het gewoon een kwestie om wakker te blijven tot in de avond. En gewoon de Nederlandse ritme weer opgepakt en ja, eigenlijk voel ik me heel goed. Goed, Van Donk in ieder geval dus uitgerust op het veld. Niet meer zoals de vorige keer na de interlandbreek. Ja, dan kijken we naar de wedstrijd van komende zondag. Dan is Utrecht dus de tegenstander. Utrecht doet het goed, staan 2e in de competitie. Ja, klopt. Dat heb ik vanochtend ook tegen de jongens gezegd. Hè. We hebben het ook over gehad dat wij stabieler zijn geworden, denk ik, de afgelopen periode. Ja, als je een voorbeeld hebt van een stabiele ploeg, dan is het Utrecht. Hè, die heel veel wedstrijden er toch uittrekken als elftal, er toch uitslepen. Met een selectie die natuurlijk breed is met kwaliteit. Maar ze doen dat goed. En een geduchte tegenstander voor zondag, maar ook een mooie tegenstander om te laten zien dat we weer iets verder zijn dan, dan de afgelopen periode. Ja, die doen het heel goed dit seizoen. Ze staan 2e. Spelers team heel goed, heel goed. Alleen ik denk dat wij niet minder zijn dan FC Utrecht. We spelen thuis ook, dus wij gaan ook gewoon vol voor de winst. Ja, Kelvin zei straks van ja, we zijn nog te wisselvallig geweest. Is dat er nu uit, denk je? Nou, kijk, als je kijkt naar de laatste 5 wedstrijden, hebben we er 4 gewonnen. Met de beker erbij hebben we volgens mij een keertje of 16 gescoord en hebben we er 4 tegen. Nou, haal je die beker eraf, dan hebben we er 12 gescoord volgens mij en 1 tegen. Dus dat geeft wel aan dat je aan de goede kant begint te zitten van al die scores. En ja, dat moeten we volhouden. Dat betekent hard werken, een goede houding hebben op het veld. Als we dat doen, ja, dan worden we ook snel stabieler. En dat voetbal, dat zie ik in de trainingen, dat zit er wel in. En dan de vraag voor zondag, is iedereen fit? Ik denk dat het mooi is dat iedereen fit is. Dirk is er ook weer bij. Dat is de laatste van de blessuregevallen die wat langer weg waren. Die is aangesloten, dus die zal zondag ook bij zijn. Ja, is hij al zover dat hij ook al kan beginnen? Nou, hij kan een gedeelte van de wedstrijd spelen. Dus hij zou kunnen beginnen, hij zou kunnen invallen. Dus dat gaan we bekijken hoe we dat gaan aanvliegen. Ik ben vooral eerst blij dat hij er gewoon weer bij is. Hè. Het geeft ons op middenveld weer een extra optie. Nou, we weten allemaal dat Dirk voor het elftal heel belangrijk kan zijn.
Goed, Dirk Propen gaat dus minuten maken. De vraag is of hij gaat starten of later zal invallen. Ik denk dat hij gaat invallen en dat hij nog niet zal starten. Voor de rest is iedereen dus fit. De vraag blijft, ja, gaat Nuiting spelen of gaat Marquez spelen? Ja, daar wilde de trainer voor de rest niks over zeggen. Dus dat zullen we moeten afwachten. Zondag, 11:15, hier in de Goffert. FC Utrecht, de tegenstander. Je bent er live bij op de radio met Erin Zeven. Als je er zelf natuurlijk niet bij kan zijn. En wij zijn er later dan weer met de interviews. Maandag ook weer een nieuwe podcast met gast Dirk Lotgering dan. En natuurlijk ook weer een nieuwe NEC-update. Kortom, tot de volgende.